Het is vannacht opnieuw onrustig geweest in de Schilderswijk. Er zijn brandjes gesticht en er waren enkele opstootjes. Aan het begin van de avond is het nog rustig in de Schilderswijk. Wel is er veel politie aanwezig om de situatie in de gaten te houden. Vind je dat goed dat er gecontroleerd wordt? Ik denk dat het wel goed is, want ze willen voorbereid zijn. Want gisteren waren ze niet voorbereid. Ja, gisteren was het een hele chaos hier zo. Ik denk ook een beetje overdreven. Want er gebeurt toch niets meer. Rond 1 uur 's nachts wordt het toch weer onrustig. Een groep van zo'n 200 jongeren verplaatst zich te voet van het Hobbemaplein naar de Kempstraat. Er worden enkele brandjes gesticht en er wordt met stenen gegooid, onder meer naar ME-busjes. De mobiele eenheid pakt 11 mensen op en veegt de Kempstraat schoon.